Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jan en het is vandaag zaterdag 8 juni. En zaterdag 8 juni zal voor Bitcoin de geschiedenisboek ingaan als de dag voor Bitcoin voor het eerst in zijn bestaan onder zijn oude altemai is geschoten van de vorige bull cycle. Deze dag natuurlijk op dat prijslevel van de 20.000 dollar. Vandaar dat dat level natuurlijk als zeer belangrijk werd bestempeld. Maar zoals je ziet zijn we op dit moment ruim 1800 dollar onder dat level van die 20k. En zijn we op deze zaterdag ook een ruime 11% gedaald. Waarbij het dieptepunt echt vlakbij de 18k rond uh, heeft gelegen, die we zojuist nog hebben aangetikt. En natuurlijk was het de afgelopen dagen aan te zien komen dat we die 20k zouden gaan verliezen. We zagen vier dagen op een rij dat Bitcoin verschillende keren support wist te pakken in die 20.000 dollar. En natuurlijk, het is een ongeschreven regel, maar hoe vaker Bitcoin support pakt op een level, des te zwakker die wordt. En uiteindelijk zien we gewoon dat bitcoin. ...er flink doorheen is geschoten. In deze video wil ik het als eerste hebben over hoe deze bear market is ontstaan... ...en de ontwikkelingen die we in deze bear market hebben gezien. Daarna ga ik ook natuurlijk nog hebben over targets waar de bonen voor bitcoin kan liggen... ...en ga ik ook een belangrijk criteria aanstempelen... ...wat ik echt voor bitcoin wil zien om te denken aan een bonenformatie. In deze video zit je natuurlijk ook weer een tijdsindeling... ...dus mocht je alleen behoefte hebben aan de prijslevels... ...dan kan je natuurlijk naar doorklikken. Maar ik raad je ten zeerste eigenlijk aan om heel deze video te kijken. Omdat het ook belangrijk is om te weten hoe eigenlijk dingen zijn gebeurd. Een reflectie maken van hoe dingen zijn gebeurd. Hoe jij fouten hebt gemaakt in deze markt. Is natuurlijk heel erg belangrijk. Want uiteindelijk door te reflecteren leer je het meeste. En daarom gaan we in deze video eerst eventjes heel deze bear market. Tot op dit moment op het dieptepunt. Dus door. En daarna gaan we nog kijken naar de prijslevels. En natuurlijk is deze video geen financieel advies. Um, dus hij is echt puur voor educatieve doeleinden bedoeld. Waarbij ik mijn mening geef over hoe de markt er nu voor staat. En dus ook mijn levels noem waar ik voor Bitcoin naar kijk. Maar laten we dan maar snel beginnen, want we hebben genoeg om te bespreken En laten we dan eerst eventjes teruggaan naar de altemai die Bitcoin natuurlijk heeft gezet op 10 november 2021. Wat dus ook samenvalt met de bull market top van 2021. Uh, toen Bitcoin natuurlijk die 69k haalde in november. hoorde je iedereen eigenlijk praten over die 100k. Die 100k was al lang een gespreksonderwerp waar Bitcoin naartoe zou moeten. volgens historische gegevens. Een heleboel mensen haalden de bullmarkt van 2013 en 2017 erbij. Maar we zien gewoon. en dat gaan we ook in de bear market terugzien. en dat zien we nu al. dat gewoon uh, historische gegevens. geen garantie meer bieden voor Bitcoin. En waardoor dat komt is natuurlijk het grootste uh, gedeelte te zoeken bij de economische situatie waarin we in verkeren. Maar ook omdat gewoon crypto is in een hele snelle versnelproces qua adoptie uh, gegaan. We zien namelijk natuurlijk steeds meer mensen interesse hebben in crypto. Denk er maar zelf over na. Wellicht was jij de eerste in jouw vriendenkring of in jouw uh, familie die aan crypto begon. Maar uiteindelijk zag je steeds meer mensen dat die zich ermee bezig gingen houden... Of dat ze ook wel een munt hadden. Bijvoorbeeld een Cardano, die wil heel erg vaak terugkomen. Maar ook een VeChain, die populaire muntjes, die wil je eigenlijk allemaal wel terugkomen. En hierbij zien we natuurlijk ook een probleem. Want omdat er dus zoveel nieuwe mensen in de markt zijn gekomen, zijn deze mensen eigenlijk allemaal nog groentjes en weten ze nog niet helemaal hoe de markt werkt. En doordat mensen dat dus niet weten, gaan ze ook kijken naar wat de meerderheid uh, op YouTube natuurlijk deelt. En hierbij werd heel erg vaak de vergelijking gemaakt dus van die bull cycle van 2013 en van 2017. En als we die dan ongeveer zouden volgen, hadden we ruim boven die ton moeten uitkomen. Nou, dat is natuurlijk ruim niet gebeurd, omdat zoveel mensen dus naar dezelfde levels keken. En er zijn gewoon altijd grote partijen, denk hierbij dus aan de Wales. Die dat ook zien en die denken van ja, dat gaan we dus mooi eventjes niet doen. We gaan ervoor zorgen dat die mensen in paniek raken. En we gaan proberen natuurlijk hun bitcoins af te pakken. Want uiteindelijk hebben hun maar één doel. En dat is eigenlijk het doel wat iedereen moet nastreven. En dat ze zoveel mogelijk van dit schaarse goed, bitcoin, in jouw handen te krijgen. En op dit moment is bitcoin dus eigenlijk gewoon spotgoedkoop vergeleken met natuurlijk die Altem High die gezet is in november. Uh, 2021. Want als we vanaf de altmaïn op dit moment eventjes de prijsstoel erbij pakken, dan zie je natuurlijk dat we echt flink zijn gaan inleveren. Als we namelijk hem even op de 69k ongeveer zetten naar de huidige bodem, dan zien we dat Bitcoin vanaf zijn altmaïn op dit moment met ongeveer 75% gecorrigeerd is. En dat is natuurlijk fix, maar dat is ook wel iets wat we vaker zagen gebeuren in beurmarkten dat Bitcoin natuurlijk flink corrigeerde. Als we namelijk de laatste bear market er toch eventjes bij halen om een vergelijking te maken. Maar zoals ik al aangaf, historische gegevens doen er steeds minder toe. Omdat de meerderheid dus hier naar kijkt. En omdat we ook met iets anders te maken hebben waar ik zo meteen nog op terugkom. Maar als we kijken naar de Altamai van 2017. En dan moet ik niet natuurlijk in 2019 gaan meten. Ik moet gaan meten in 2017. En als we dan op die top de prijs zetten naar beneden toe, dan zie je dat we daar gewoon een bear market bodem kregen op zo'n 85% van de altaarmaai. Dus in dat geval zijn we op dit moment uh, wel in de buurt van uh, die stevige daling. Want we zitten natuurlijk op ongeveer die 75%, zoals we net bespraken. Maar hierbij zien we dus dat dat niet iets geks is voor Bitcoin. Dat hebben we vaker zien gebeuren in voorgaande bear markets. Maar. Waar ik het net al over had. Je ziet ook, bijvoorbeeld, heel veel mensen hadden het over de 200 week ME. Nou, die 200 weken ME die hebben we ook niet gehouden. En ook dus een oude Altmai, waar we de video mee begonnen, hebben we ook niet gehouden. En dat is gewoon ook, iedereen gaat er maar van uit dat het level gaat houden. Maar het gebeurt niet. Dat is hetzelfde als het denken dat we van 100k gaan. Dat is ook niet gebeurd. Dus je ziet dat heel erg veel mensen, continu die historische prijsactie. En gegevens uit het verleden zijn gaan gebruiken. Maar op dit moment, en dat is iets wat je eigenlijk gewoon altijd moet doen, is dat je gewoon kijkt naar de actuele prijsactie. Want dat is waar het om draait. Wat er in het verleden is gebeurd, dat doet er niet toe, want dat is het verleden. De markten zijn anders geworden door dus de grotere adoptie die ik net al aangaf. En daarom kijk gewoon naar de lokale prijsactie. Kijk gewoon naar wat de levels zijn die je daarop kan zien. En natuurlijk teruggaan naar het verleden om resistance en support levels te bekijken is goed. Dat hoort erbij. Maar je moet niet ervan uitgaan dat uh, de koersbewegingen van de bull market van 2017 of van de bear market van 2018 dat daar nu uh, heel veel vergelijking in gaan zitten. Want je ziet gewoon dat er een groot verschil is opgetreden. Je ziet namelijk ook dat Bitcoin niet. Die super snelle rally naar boven heeft gehad om een piek te maken. Nee, Bitcoin heeft meer een dubbele topformatie natuurlijk gemaakt uh, in deze bull cycle. Maar als we dan nu verder gaan hebben over hoe deze bear market eigenlijk ontstaan is. Nou, deze bear market is dus mede ook al ontstaan omdat iedereen dus dezelfde kant op keek. Maar november is ook um, van 2021 de maand waarbij we de inflatie al redelijk flink zagen stijgen. In Nederland hadden we toen al een inflatie van zo'n 5%. En toen hadden er nog niet een heleboel mensen het over dat de inflatie hoger was als normaal. Maar toen zagen we natuurlijk al een kantelpunt ontstaan. Want we zaten al dus ruim boven de target van de ECB van die 2%. En we zien natuurlijk dat dat nu verder uit de klauwen is gelopen. En dat komt natuurlijk ook door de Oekraïne-crisis die we hebben. Die natuurlijk een hele grote druk legt op de grondstofprijzen. Omdat we dus afhankelijk zijn. Van uh, Rusland voor een heleboel uh, van die fossiele brandstoffen. Maar ook natuurlijk graan, dat komt uit Oekraïne. En die transport is op dit moment gewoon heel erg be bemoeilijkt. Dat uh, komt natuurlijk door die oorlog die er gaande is. Dus dat helpt natuurlijk ook allemaal niet mee met de stijgende prijzen. Maar hierbij wil ik ook aangeven dat we niet alles moeten schuiven op die Oekraïne-crisis. Want ook de coronacrisis heeft gewoon een hele grote bijdrage gehad. Aan het stijgen van het inflatiecijfer. En dus de economische malaise waar we op dit moment in Want wat ik dus net al aangaf, de inflatie was in november al hoger dan dat die zou moeten zijn. En dat komt natuurlijk omdat die distributieketens tijdens corona gigantisch verstoord zijn geraakt. Heel de wereld zat in lockdowns. En dat heeft natuurlijk voor gezorgd dat een heleboel werk is bij verliggen. We zagen ook al berichten over chipstekorten, en PlayStation 5 was super moeilijk om aan te komen en volgens mij is het nog steeds heel erg moeilijk te verkrijgen. Maar je ziet gewoon dat door corona al een heleboel problemen zijn ontstaan en die problemen zijn eigenlijk alleen maar erger natuurlijk geworden doordat er ook nog eens een extra stapel bij kwam vanuit de Oekraïne. Maar hierbij moet je ook natuurlijk denken aan dat de massale geldprinten natuurlijk ook iets is wat nooit goed is geweest. En ook natuurlijk de massale steunpakketten die daarbij gepaard zijn gegaan, ook niet goed zijn geweest. Want op dit moment zien we natuurlijk die rente ook flink oplopen. We zagen in Amerika ook natuurlijk, zoals we al hebben besproken van de week, de hoogste renteverhoging in 28 jaar tijd met 0,75 uh, procentpunt. Wat natuurlijk gewoon heel erg fix was. En als je gewend bent aan zo'n lage rente en jouw lening met zo'n lage rente ook bent aangegaan, dan kan je dus nu gewoon eigenlijk wel in de problemen natuurlijk komen, omdat die rente zo erg flink oploopt. En dat is dus ook wat we op dit moment ook zien gebeuren. Want vergis je niet in financiële markten, en dat geldt niet alleen voor crypto, dat geldt ook voor aandelen, daar zit gewoon een heleboel geleend geld in. En die mensen komen dus gewoon gigantisch hard in de problemen als de rente oploopt. En dat weten ze zelf ook. En daardoor zullen ze ook eerder hun posities verkopen. Dus we zien gewoon op dit moment dat de economische basis gewoon niet goed is. En zolang ook de economie rommelig blijft, dus hoge inflatie en uh, natuurlijk ook uh, corona, die weer een beetje begint uh, te stijgen, wat natuurlijk ook voor nog meer angst bij mensen gaat zorgen over potentieel natuurlijk weer een nieuwe lockdown. Je ziet gewoon dat er heel erg veel angst en paniek in de wereld heerst. En dat is natuurlijk nooit goed voor financiële markten. Want emotie is een slechte raadgever. Als het gewoon lekker gaat met iedereen. Dan uh, zie je ook gewoon dat het beter gaat met financiële markten. Maar als het gewoon ja, minder gaat, dan zie je dat ook dus terug op de financiële markten. En dat is waar we dus nu een heleboel last van hebben. Als we dan met deze bearmarkt ook puur even kijken naar crypto alleen. Dan zien we ook dat deze bearmarkt de bearmarkt is, waar we twee lessen uit kunnen trekken. De eerste les is dat verschillende platformen te vroeg zijn begonnen met het. Uh, opstarten van een eigen stablecoin. Luna is hiervan een goed voorbeeld. Die is gewoon, uiteindelijk, natuurlijk, door waarschijnlijk een interne aanval, zoals we eerder deze week al bespraken, ten val gekomen, de USDT. Uh, maar er werd al eerder aangegeven dat deze munt uh, niet helemaal lekker in elkaar zat en dat het echt wel voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Daar werd voor gewaarschuwd. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook gebeurd, dat die echt helemaal in elkaar geknald is. Zelfs USDT zagen we natuurlijk heel eventjes wankelen, maar dat werd binnen een paar uur gefixt. Maar ook de stablecoin van Tron, USDD, is op dit moment gewoon minder waard als die dollar die het zou moeten zijn. We zien dat die Tron USDD wel al aan een aantal dagen eigenlijk wel stand weet te houden, niet echt verder afdaalt. Uh, en dat de Tron koers eigenlijk er best wel goed voor staat, want die schijft eigenlijk ook vandaag gewoon nog steeds groen. Maar je ziet gewoon... Dat er een heleboel problemen ook intern in de cryptomarkt zijn. Dus de eerste les die we kunnen trekken uit deze bear market is dat gewoon platformen te vroeg zijn gekomen met hun stablecoins. En dat uh, ze dus echt gigantisch in de problemen zijn gekomen. Met natuurlijk een markt die uh, verder omlaag gaat. Maar we hebben natuurlijk ook een heleboel invloed op die dalende markt. En de tweede les die we kunnen trekken, dat gaat over een platform zoals dus een Celsius en natuurlijk een 3AC. Dat zijn allemaal natuurlijk platformen die uh, verbindens hebben met crypto. En dan heb ik het voornamelijk over bijvoorbeeld Celsius. Celsius is eigenlijk, zoals we al bespraken, een soort bank. En die verschaft natuurlijk leningen, maar hun doen dat natuurlijk met behulp van crypto. Nou, hierbij maken ze ook nog eens gebruik van aardige hoge rentepercentages. En hierbij zijn ze eigenlijk uh, gewoon de boot misgeslagen. Want door die hoge rentepercentages. Zijn ze gewoon gigantisch in de problemen uiteindelijk gekomen. Zie je dus nu ook dat ze eigenlijk het netwerk eigenlijk hebben stilgezet. Om dus de liquiditeitsproblemen op te lossen. Maar we kunnen hierbij dus ook concluderen dat crypto leningen gewoon nog veel te vroeg zijn. En dat dat ooit misschien wel geïmplementeerd kan worden met behulp van crypto. Meer voor zal de koers gewoon een stuk stabieler moeten worden. In plaats van dat het zo extreem volatiel is en alle kanten op uh, kan schieten. Want hierbij zien we gewoon dat crypto gewoon de klos zijn in deze bear market. Samen dus met verschillende platformen die, dus, stablecoins uh, hebben aangemaakt en er eigenlijk te snel mee zijn begonnen. Dus, dat zijn de twee belangrijkste lessen die we uit deze bear market kunnen trekken. Uh, om een einde te maken aan deze bear market zijn er voor mij twee criteria. Zoals ik eerder besprak, de economische malaise moet ophouden, op het moment dat we weer economisch. Uh, het wat beter gaat, dan zou je ook zien dat de financiële markten weer beginnen aan te trekken. Hiervoor is natuurlijk een belangrijk criterium dat de rente weer omlaag gaat, maar dus ook dat de inflatie omlaag gaat. Want hoge inflatie is gewoon het probleem dat mensen minder geld overhouden in hun portemonnee om überhaupt mee te investeren. Dus er komt ook minder geld vrij om natuurlijk uh, in de markten te zetten. En daarnaast wil ik een boeddhistische divergentie hebben. Die boeddhistische divergentie, die kijken we. ...op het dagelijks tijdvereniging. En op dit moment zien we dat we een hele lange periode... ...tussen januari en vandaag de boeddhistievergentie hadden staan. Maar zoals je ziet is de RSI onder de logisch geschoten van januari. Die lag op het level van de 20,3 RSI. En op dit moment zitten we op zo'n 19,4 RSI. Natuurlijk, het is nog mogelijk om te repareren... ...want de dag is nog niet voorbij. En we zien natuurlijk aan het knikje dat hier gemaakt is... ...dat we vrijdag op een RSI zijn gesloten... Van 22,70. Dus mochten we weer een beetje kunnen opleven. Richting bijvoorbeeld 19k. Dan is het nog makkelijk mogelijk dat we die boelensdivergentie. Tussen januari en uh, vandaag nog in stand houden. En dit is wel een belangrijk criteria uiteindelijk. Om die bodemformatie te krijgen. Uh, omdat dus een boelensdivergentie gewoon nodig is. Voor een verdere opleving. Want als we dan wel eventjes de bear market van 2018 erbij halen. Zie je ook dat we hier op een gegeven moment echt capituleren. Uh, we vallen redelijk snel, natuurlijk, helemaal omlaag. RSI gaat zelfs naar een level van 10 op het dagelijks tijdframe. Maar daarna zie je ook dat de prijs dus nog een stukje lager uh, komt. Maar dat de RSI wel verder is toegenomen. Dus overduidelijk die bullish divergentie daar wordt gemaakt. En dat we daarna ook niet meer bij die prijs komen. Dus voor mij is op dit moment gewoon. Het key dat we een bullish divergentie op het dagelijks tijdframe hebben. Natuurlijk zien we die het liefste op dit moment dat we hem gaan behouden tussen januari en de dag van vandaag. Gebeurt dat niet? Dan moet je dus echt wel rekening mee houden dat we gewoon nog verder omlaag gaan om die bullish divergentie te gaan maken. Want die zien we dus eigenlijk altijd wat terugkomen op het dagelijks tijdframe. Om een bodemformatie te maken. En uiteindelijk dus een verdere opleving te gaan krijgen. Als we dan ook nog eventjes kijken op het vierde e daar zien we dat de bullish divergenties wel nog aanwezig zijn. Je ziet namelijk dat de RSI natuurlijk op een gegeven moment richting dat level van de 12 is geschoten. Dat gebeurde al op 14 juni, waarbij de prijs erop op zo'n 22k zat. En daarna zie je dat we dus een bullish divergentie maakten met de prijs rond de 20.700. En op dit moment uh, kunnen we ten opzichte daarvan ook nog steeds de bullish divergentie... Uh, maken zijn we alleen dus de lokale die we ook nog gemaakt hadden rond de 17e van deze maand wel kwijtgeraakt. Maar zolang ook hier het grotere plaatje in stand kan blijven, dus de 12 RSI die er sowieso niet aangaat, blijven we ook op het 4 uur tijdschema gewoon mooi die boelingsdivergentie divergentie intact houden. En dat is ook wel een belangrijk criteria om uiteindelijk weer de opleving te krijgen. Naast dus dat we ook echt wel economische verbeteringen nodig hebben om weer te kunnen gaan stijgen. Dus, deze bear market zal ook echt nog wel een tijdje kunnen aanhouden. voordat we uiteindelijk weer een stijging kunnen gaan zien. Want hiervoor zijn gewoon dus criteria nodig. Zoals een einde aan de oorlog uh, in Oekraïne. En dus dat die inflatie echt begint af te nemen en de rentestijgingen worden teruggedraaid. Dus dat zijn dingen die we sowieso macro-economisch opwachten. Maar puur prijstechnisch wil je gewoon graag die -divergenties dus zien. Als we dan nu als laatste nog gaan hebben over de prijstargets. En daarvoor moeten we gewoon terug naar de prijshistorie die we hebben opgebouwd in de voorgaande bear market. Want hier zagen we natuurlijk al dat we toen we in die boeren eigenlijk kwamen. Die dus is ontstaan uh, nadat uh, we dus de corona crash hadden gehad in 2020. Als we dan even wel weer teruggaan naar het dagelijks tijdframe. Um, dan zien we natuurlijk daarna dat die 20k ook verschillende keren hier nog resistance is geweest voor Bitcoin. Dat we eigenlijk nu een beetje in dat blok hangen. Waarbij dus 18k rond ook nog wel een belangrijk level is, waar verschillende keren wiks naartoe zijn geschoten. Daarna zie je eigenlijk als de prijs wat lager schiet. Dat wellicht 17.600 nog wat support zou kunnen bieden op basis van prijsactie. Dat het daarna wel eens rap zou kunnen gaan richting de 17k. Waar dus de prijs uh, ook wel doorheen heel erg makkelijk is geschoten met voorgaande wicks. Dus daarna zou je eigenlijk wel eens kunnen gaan kijken richting 16.400. Waar uh, de koers dus heen zou kunnen gaan schieten. Voordat we echt bij dus 16k rond uh, aan gaan komen. En als we daarna natuurlijk verder terug gaan. Dan zie je dat we op 14k nog een oude top hebben staan van 2019. Een topje in de bear market waar we wellicht dus naartoe nog kunnen om support te pakken. En daarna zie je dat het volgende market level de 12k wordt. En daarna zie je eigenlijk dat we gewoon per k uh, wel support en resistance een tijd hebben gepakt. Dus voor mij uh, op dit moment is het gewoon mocht bitcoin hier stand houden bij die 18k is er natuurlijk uh, top. Het liefst zie ik natuurlijk een opleving om die bullish divergentie intact te houden. Uh, gebeurt dat niet, kijk ik dus zeker verder omlaag. En uh, is natuurlijk de verwachting dat 16k eigenlijk echt mijn volgende serieuze halte wordt om naar te kijken. Daarna dus 14k, daarna 12k en daarna kom je dus eigenlijk continu bij uh, levels rond 1k lager waar je naar support mag gaan kijken. En dus mooi ook jouw DCA techniek op kan afsluiten. Dan als laatste wil ik in deze video nog benadrukken van. Er zijn een heleboel mensen die natuurlijk nu ook denken van. Ik kap ermee, ik verkoop alles, het is leuk geweest. Maar op het moment dat je nu besluit te verkoop. Verkoop je wellicht dus heel erg dicht bij de bodem. Want ook de RSI op het wekelijks tijdframe is gewoon heel erg stevig oversold. En als de RSI oversold raakt, dat is iets wat we gewoon altijd ook zien gebeuren. Dat is gewoon hoe ook technisch analyse werkt. Dan zien we vaak dat er een bounce aanstaande is. Natuurlijk, we kunnen nog lager gaan met die RSI. Op dit moment zitten we rond de level van de 24. Wellicht kunnen we zelfs op het wekelijks tijdframe een divergentieetje gaan maken in deze bear market. Maar als de RSI oversold raakt, dan is vaak gewoon de bodem wel nabij. Dat zie je ook dus op de lagere tijdframes dat we daarna gewoon een opleving krijgen. Dus als je het mij vraagt moet ik nu gaan verkopen? Nee, jij moet als je dat wilt. En dat is natuurlijk volledig je eigen keuze, want dit is geen financieel advies. Gaan kijken dus naar levels waarbij jij je posities wilt gaan vergroten voor een bepaalde coin, om dus te gaan zorgen dat jouw gemiddelde inkoopprijs omlaag gaat en dat je dus uiteindelijk een mooie gemiddelde inkoopprijs hebt voor jouw coins en dat je dus in de volgende bull market weer maximaal kan gaan genieten. Van de profits die je gaat maken doordat je in deze bear market mooi jouw gemiddelde inkoopprijs omlaag hebt getrokken op jouw favoriete projecten. Maar daarbij let op dit moment voornamelijk op een bitcoin en een ethereum. Dat zijn natuurlijk de grootste munten. Want altcoins die leiden natuurlijk veel meer pijn in de bear market. Dat was dit weer voor deze video. Ben niet dus je niet gewoon dit je kanaal Doe nou doen. Zeker doe op die abonneer knop te klikken. En voor deze video leuk. Let dan zeker ook een duimpje omhoog achter. En ben je nog lid van onze community? Dan is er zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreek ik jullie morgen weer met een gloednieuwe video. En wens zien jullie voor nu nog een hele fijne zaterdagavond toe. Tot morgen!